Kijk even met deze bril. Dus naar, of luister naar het verhaal van Niels. En ook even met de bril. Nou, als ik kijk naar AI, hier ben ik bang voor. Of, dit is wel een droombeeld. Zou dit ook kunnen met AI om mijn werk makkelijker en beter te maken als docent? Daarom heb je kaartjes op je stoel liggen. En hopelijk heb je ook wat schrijfgerij bij de hand. Heel fijn als je aan het eind dat even opschrijft, dan verzamelen wij dat, we hangen dat op en dat nemen wij dan weer mee. En ik ga proberen met een, dat is voor mij ook nieuw, met een AI-ondersteunde tool, dat dan om te zetten in zinnige informatie waar ik in het panelgesprek, dat is een experimentje, waar ik in het panelgesprek wat mee kan. Dat zien we dan later. Maar nu is de vloer voor Niels Roemer. Nog één keer een applaus. Niels! Hey. Ik zat dat gelijk te denken van alles op de grond leggen en dan één foto ervan maken. En dan zeg je tegen AI, analyseer deze hele boel en vertel me wat eruit is gekomen. Waar zijn ze bang voor en waar zijn ze niet bang voor? Dat kan echt in feite... Overigens deed ik dat net ook bij de standjes hier buiten. Je kan ook ChatGPT op je mobiel zetten en dan maak je een foto van wat je ziet en dan zeg je, wat zie ik hier? En dan legt hij uit wat er in die standjes gebeurt. Dus de standbemensing was er niet en die hoeft eigenlijk ook niet te komen, want dat heeft mijn telefoon me al uitgelegd. Maar eventjes vraag aan jullie. Wie van jullie gebruikt bewust, want je gebruikt sowieso AI, want als je autocorrect in je mail of weet ik wat hebt, dan is het al voor je aan de weg. Maar wie gebruikt bewust AI? Yeah! Hoe? Wat doe je met AI? Lesplannen ontwerpen, oké. Nog iemand, wat doet hij nog meer met AI? Ik heb alle vingers niet onthouden. Informatie ophalen, dus jij vraagt, hey, hoe zit dit in elkaar? Ja. Ja, en wat zei die? Oké, nou ja, op zich, als antwoord op de vraag is dat dan wel een mooie combinatie. Ja, kan je later terug. Oké, iemand, heeft iemand van jullie al iets ontdekt dat hij echt denkt, tering Jantje, dit is echt heftig spul? Of in je eigen taal? Wat zei je? Brainstormen, ideeën krijgen? Ja? Teksten aanpassen en herschrijven, ja? Met echte bestaande levende AI-docenten of je maakt custom GPT's van AI-docenten? Dat laatste. Custom GPT's van vakken. Ja, oh, vinden mensen jou waarschijnlijk heel eng, want als dat je lukt, dan ben je een bedreiging. Ja. Wow. Ik denk namelijk niet dat docenten ooit weggaan, maar ja. Dat je meer quality time krijgt. Hoe verandert wel? Oh, I'm so with you. Oké. Helemaal te gek. Ik hoop dat je gelijk hebt. Nou, we hebben precies een half uur of zitten we al helemaal van het spoor af? Ga je gang. Oké, nou het duurt 3 weken. Ik hoop dat je brood bij hebt. Nee, ongeveer een half uur. Kijk, dus wat is er in ieder geval bij mij aan de hand? Het meest herkenbare beroep, wat mensen snappen nog wat hij doet, dat is escape roombouwer. Heb ik ook een keertje voor de Radboud gedaan, toen je vorig jaar 100 jaar bestond, of 2 jaar geleden. Toen heeft er onder de... Het Valkhof Museum heeft een escape room gestaan over de geschiedenis van Radboud en dan met name de periode dat jullie de loyaliteitsverklaring weigerden te ondertekenen in de Tweede Wereldoorlog. Dat is mijn werk. En waarom vind ik dat gaaf? Als je escape room, dus verhaal en interactie, plakt aan leren, dan heb je toverzout om mensen in beweging te krijgen en te raken. Nou, dat doe ik. Dat liep een beetje uit de hand. Dus waar ik eerst nog 1 pitter was, zijn we nu met z'n vieren. Drukke ADHD-achtige, creatieve, onduidelijke cv-type. Stefan, storywriter, heeft de filmacademie gedaan. En Kim en Sven, dat zijn onze producenten, die rijden op en neer met vrachtwagens vol decor en weet ik het wat allemaal. Dat is mijn werk. Toen gebeurden er een aantal gekke dingen achter elkaar. Die voor mij de reden waren om te denken, nou oké, AI gaat er komen en nu kan je een aantal dingen doen. Volgens mij heet het Freeze, Fight, Flight. En ik zou eraan willen toevoegen, ontmoet, vind ik een veel leukere dan uit die eerste 3 kiezen. Ontmoet, kijk gewoon wat er gebeurt. Nou, heftige shit. Dus daar ga ik je een half uurtje mee doorheen nemen. Gelukkig zie ik ook niemand dat doen, maar ik zeg het toch even procedureel. Je hoeft niks mee te schrijven. Het leeuwendeel van wat ik vertaal is namelijk overmorgen achterhaald. Zo snel gaat het namelijk. En alles wat ik nog wel een beetje in de gaten hou, heb ik gewoon voor iedereen die ooit naar dit verhaal luistert bij elkaar gezet. Op nielsroemer.com/tools staan alle tips die ik geef al voor je klaargezet. Kun je gewoon denken, oh, hij deed iets gaars met een filmappje waardoor ik mijn hele college kan samenvatten en in 1 keer daar social media post van kan maken. Wat was het ook alweer? Ga je naar nielsroemer.com/tools, daar staat het. Dus
Dan kan je gewoon alleen maar luisteren nu. Dat is toch relaxed, of niet? Laat ik je gelijk. Ik ben ook nog steeds niet overtuigd. Ik vind het namelijk ook doodeng. Dus de meest platitude vergelijking van AI is, het is een mes, je kan de boter mee op je brood smeren en je kan er iemand mee neersteken. Dus AI in zichzelf is niet goed of slecht. De mensen die ermee klooien, die hebben invloed. En nou, dus zullen we er zo invliegen? Als je tussendoor vragen hebt, ga ik ze zo goed mogelijk proberen te antwoorden. En als het te veel wordt, dan roep ik help. En dan zeg jij, nu even stil, laat me eindelijk eens het verhaal afmaken. Weet je zoals het thuis gaat bij ons? Ja? Oké, check. Nou, dan gaan we dat doen. Neem ik jullie mee en ik spring van de hak op de tak. Wat gebeurde er? Ik was bij AFAS, softwarebedrijf. En die hadden ons een experience laten maken rondom werken met software. Super gaaf, ze gingen helemaal... In de Back to the Future film mochten ze helemaal terugreizen naar het begin en met skateboards door de zaal. En heel tof. En toen waren we klaar. En toen was er nog een keynote van de CEO van AFAS, Bas van der Veld. En die zei dit. AI neemt het niet over. De mensen die zich in AI verdiepen, die nemen het over. Nou ja, dat correspondeerde heel goed met die afgewezen punten uit mijn offerte. Dus er zijn gewoon tooltjes waarin je nu dingen kan samenvatten. Over deze lezing wordt dus ook gefilmd, precies daarvoor. Waarin je dingen kan samenvatten en erin kan gooien. En dan maakt hij de samenvatting voor je, de social media post voor je. Hij schrijft het uit in het Nederlands, Engels, Oekraïens en Servisch als je wilt. En dat kan hij ook nog voor je uitspreken door een avatar die de hele college opnieuw geeft. Dat is best wel een beetje spannend. Dus toen Bas dat zei, dacht ik, hey, shit en oké. Nu moet ik het gaan uitzoeken. Nou, ik neem je mee in een stukje van die speurtocht. Ik moet zo af en toe zelf onderzoeken of ik nog wel enigszins in de structuur zit. Dus wat gebeurde er? Ik kwam als eerste... Nee, er gebeurden twee dingen. Eentje was dat Sven mij belde. Die zei, Niels, je hebt morgen een gesprek met een gemeentemedewerker uit Koog aan de Zaan. Die willen een experience over de geschiedenis van Koog aan de Zaan. Weet je er wat van? Nee, niks. Hoi. ChatGPT toen nog 3. Ik heb morgen een gesprek met de gemeentesecretaris van Koog aan de Zaan. Ze willen een experience over de geschiedenis van Koog aan de Zaan. Welke gave verhalen ken jij? Nou, dat ze in eerste instantie met hele ondiepe boot gingen, want ze waren alleen maar op de eigen sloten. Later zijn ze over de dijk heen gegaan, dat ze diepere boten konden ze meer transporteren. En, oh, wat gaaf. Hey ChatGPT, je bent een ervaren escape room bouwer en van deze kennis maak jij in eerste instantie een mooi verhaal op basis van de Hero's Journey. Oh, op een donkere dag was het heel spannend in Koog aan de Zaan. De boot was namelijk weg. Nou, heel verhaal. Hey, ChatGPT, nu ben je in een speurtocht te bouwen. En je hebt er niet een paar gebouwd, maar echt honderden. Met hele gave puzzels. En je gebruikt geen hangsloten, want dat doet elke escape room al. Welke puzzels kan je bij dit verhaal bedenken? Woep! Nou, toen had ik de dag erop een telefoontje met de mevrouw uit Koog aan de Zaan. Toen zei ik, nou, je zou kunnen overwegen om dit en dit en dit te doen. Is geen opdracht geworden, dat moet ik wel bij zeggen. Maar ze was wel onder de indruk van het verhaal. Oké, dus dat gebeurde er. Toen dacht ik, dan ga ik me op alle nieuwsbrieven die ik maar kan vinden rondom AI abonneren. Dit was in de periode november tot ongeveer januari. En dan is het in eventland heel stil. Dus dan kan je heel veel nieuwsbrieven lezen. In die nieuwsbrieven worden heel veel toeltjes gedeeld. En al die toeltjes beginnen altijd met, kijk nou wat voor onwijs gaafs ik heb gemaakt. Nou, ik heb heel veel van die dingen geprobeerd. Bijvoorbeeld, groep cursisten kijkt met verbaasde ogen de cameralens in. Leek mij een mooi beeld voor mijn openingssheet bij een workshop die ik gaf. Daar kwam uit 3 leeuwen. Dus het is aardig om te weten dat alles wat je ziet over AI, hey, gaaf filmpje, hey, kijk nou wat er allemaal kan, dat daarachter nog steeds een wereld aan prompten en dingen die mislukken en weet ik het wat allemaal zit. Dus laat je wat mij betreft niet verblinden door die in één keer perfecte plaatjes. Daar zit echt nog vreselijk, verschrikkelijk fucking veel tijd in. En dat mooie filmpje wat je nou in Sora kan maken, dat is tussen de 3 en de 30 seconden. En alles wat je langer wilt, moet je voorbij betalen. En Sora is nog niet eens publiekelijk toegankelijk. Dus het kan al heel veel, maar nog lang niet alles. Maar sommige appjes zijn te gek. En eentje, staat ook op die website, is Gamma.app, denk ik uit mijn hoofd. Wie kent Gamma? Nee? Oké. Okay. Ja, de winkel. Nee. Tegen Gamma kan je zeggen, ik wil een presentatie over, en dan vul je een onderwerp in. En dan zegt Gamma, oké, ga maar even koffie drinken. Ik denk misschien komt de naam daar vandaan, dat weet ik niet zeker. En ik doe dat wel eventjes. En toen had ik er lol in. En één iemand in de zaal heeft het echt meegemaakt. Ik deed dat namelijk bij jou, Astrid. En toen heb ik een hele wijze les geleerd. Astrid werkt op de hand. En ik had er heel veel plezier in om aan mensen te vragen, wat doe jij voor werk? Je moet morgen over jouw baan vertellen aan raad van bestuur of weet ik wat. Maar je bent ziek en in totale paniek vraag je of ik het even kan doen.
Nou, studentbegeleider, zeg ik het goed? Zegt redelijk goed. Ik ben studentbegeleider op de HAN en ik moet morgen aan de Raad van Bestuur presenteren wat ik precies doe. Maak de presentatie. We zaten in de voortuin van ons huis. En er kwam een presentatie aan en die hield ik een beetje. Zei, nou, dat kan door de beugel. Nou, zei ik, hoe gaaf is dat? En dan kom ik bij waar jij zit. Want als dit kan, met alle processen waar wij eigenlijk onze tijd helemaal niet aan willen, moeten of hoeven te besteden. En we hebben dan tijd over. Zouden we dan eindelijk onze tijd gaan besteden aan mooie en zinvolle dingen? Iemand riep gelijk nee. Wie riep dat? Nee, niet. Nou, bizar, hè? Dus ik heb inmiddels die hypothese, ik ben geen onderzoeker, maar wel een verkenner, dat wij van gekkigheid helemaal niet weten hoe we zinvol met ons leven om moeten gaan en dus nog meer powerpoints gaan maken. Nou, dat is toch bizar? En daar zitten we middenin. Dus ik hoop dat jij gelijk krijgt, daar gaat echt mijn hele, als er al een soort les hier uit te putten, is dat ik denk dat het voor studenten en docenten veel belangrijker wordt om een zaal aan te kunnen kijken en te merken dat Marie al een half uur uit het raam staart en dan te weten, ik moet straks naar Marie toelopen en vragen, hey, hoe is het eigenlijk? Want als ze zich niet goed voelt, hoe gaat ze dan in hemelsnaam kunnen leren? Nou, stel nou dat je al die tijd die je aan notulen en weten, ik zal straks een aantal voorbeelden, moeilijke documenten, plaatjes en powerpoints te besteden hebt, dat je die over hebt om gewoon weer echt fysiek en menselijk contact te maken met andere mensen. Nou, dat was het begin van mijn speurtocht. Ik zal een paar voorbeeldjes laten zien. Even kijken. Dit is nog wel even lang. Ik heb op zich niks met een leven lang leren, maar wat aardig is in de wereld van AI, is, nee, want het heeft zo de suggestie dat je nooit tevreden bent over waar je staat. En dat vind ik ook wel leuk, om het heden te waarderen in combinatie met een leven lang leren. Maar goed, ander verhaal. Ik merk wel heel vaak dat ik letterlijk 's avonds naar bed ga en denk, nou, nu heb ik iets gaafs ontdekt. En de volgende dag wil ik dat aan mensen vertellen. Zeg, kijk, wat er niet, doet het al niet meer. Dus dat is ook aan de hand in de wereld van AI. Dus dat is goed om eventjes als context informatie mee te nemen. Maar dit filmpje is wel heftig. Kent iemand deze al? Nee? Oké, komt-ie aan. Rechterbeeld. Pika version 100% AI. En dan let je op wat eronder staat. Eerste campagne, 30 personen, 1 maand aangewerkt. Tweede filmpje, 1 persoon in 1 dag. Dit is er aan de hand. Ja, er wordt gezwaaid. Ja, klopt. Maar nou komt de grap. Het leeuwendeel van de gebruikers die dit filmpje ziet online niet. Die zien dat helemaal niet. Dus wij, ik ben echt ziekelijk perfectionisme bij alle experiences die we maken. Maar mijn klant die denkt, nou, was gewoon een gezellige dag. En we kregen ook een dopper voor onderweg naar huis. En ze hadden nog een leuk filmpje. En ze zijn ook tevreden. Dus wat wij merkten door dat ziekelijk perfectionisme, is dat er op een gegeven moment niks meer de deur uit ging. Wij hebben eergisteren voor het eerst sinds 1,5 maand een nieuwsbrief verstuurd. Omdat we eindelijk met elkaar besloten, nou, dan sturen we hem er zomaar uit. Ik krijg alleen maar leuke reacties. Dus waar je afscheid van moet nemen als je AI wilt gebruiken, is perfectionisme. Want het tweede wat ik van heel veel mensen vaak hoor is, ja, maar als ik mijn tekst door mijn notulen door AI laat maken, dan staan er fouten in. Ja, nou, lopen we samen even naar je team, wijs mij even de mens aan die geen fouten maakt. Die zit er niet bij. Oh ja, ja, eentje, hè? Ja, wij gingen nog bellen, dat weet ik. Maar dan missen ze dingen. Ja, AI ook, wordt wel steeds beter.
Dus wat mij betreft, een zin die mij in ieder geval helpt, is dat AI het net als echte mensen ook fout kan doen, ook onbetrouwbaar kan zijn, ook niet alles weet, ook zo af en toe een leugentje om best wil doet. Dus wij controleren alles waar we het voor gebruiken. Maar hij tapt wel uit meer bronnen. En dat is interessant. Dus hij, bij ons verplaatst hij niemand, al is het maar. Van de week had ik nog een ander stukje cv, is dat ik ook nog ooit eens van de kunstacademie ben getrapt. En daar had ik voor een project, heb ik ooit eens een tunnel van vuurbogen op het strand moeten zetten. Dit is 1992. En ik heb van de week aan Midjourney, een mooi plaatje maken, gevraagd, maak een foto van een tunnel van vuurbogen op het strand. Nou, dat is echt een te gekke foto. Veel mooier dan wat ik heb gemaakt. Maar ik heb geleerd hoe het is om in de oude visa van mijn moeder naar Weesp te rijden, om daarbij een sloopbedrijf om stalen stukken te vragen waar je een tunnel van kan buigen. En ik weet hoe het is om watten te kopen bij de drogist die veel te kort zijn en je een lamlendig te draaien over zo'n ding heen en om het aangestoken te krijgen op een waaierig strand. Ik weet hoe de benzine ruikt en ik weet wat er gebeurt als er toevallige passanten zeggen, mag ik eens door die tunnel heen rennen? En dat ze dan metaforen en betekenis gaan geven aan wat ze hebben meegemaakt. Dit kan AI niet. AI kan niet verliefd worden, AI kan niet huilen, AI kan alleen maar de volgende taalstap voorspellen. Dat is het enige wat het kan. En om daarvoor inzetten, dat is best een slim idee. Ik ga een paar voorbeeldjes geven. Gaat dit goed zo? Zijn er tussendoor al vragen? Moeten we wel mensen pauze denken? Huh, wat doe ik hier? Ja, dus je derde vragen zijn bijna op. Oké, okay. Okay. Hele lange vraag dan. Een politicus vervangen. Oeh, die vraag zit op zoveel vlakken, wat mij betreft wel. Wat je kan doen, hier komt ie. Wat je kan doen, je kan, dus ik geef je een voorbeeldje waar gebeurt. Ik zeg even niet wie dat hebben gedaan. Stel, ik wil iemand overtuigen en ik weet welke politicus dat is, dan kan ik alles wat ik van die politicus vind, van het internet afharken. Dan kan ik tegen ChatGPT, dat heet een custom GPT, kan ik zeggen, de politicus of de docent denkt op deze manier. Nu komt mijn plannetje. Hey, beste politicus, het lijkt mij goed om alle asfaltwegen in Nederland op te rollen en weg te gooien. En dan zeg ik, wat vindt de politicus hiervan? En dan zegt de politicus, nou, daar vind ik dit en dit en dit van. Dan zeg ik, oh, wat vindt de politicus slecht aan mijn plan? Nou, sowieso, al het asfalt moet blijven liggen, et cetera. Oké, wat zou de politicus dan zelf zeggen om zichzelf te overtuigen? Maak hier een plan van. Exporteer het via Canva in een PowerPoint, zodat ik het morgen kan vertellen aan de politicus. Dus dit gebeurt al in subsidieland. Dus er zijn nogal wat bedrijven die hebben subsidies nodig. Die zoeken uit, wat zijn de subsidievoorwaarden? Wie wordt de beslisser die iets gaat vinden van deze aanvraag? Hoe denkt hij of zij? Daar maak ik een custom GPT aan. Dan zeg ik, schrijf hier een plannetje over. Stuur het in mijn GPT. Ik ga het voor de mensen die nou denken, hij praat Russisch, ga ik het laten zien. Zeg ik, hey, ik heb dit plannetje. Wat vind jij ervan? Zeg ik, nou, ik vind dat en dat echt volkomen, slaat nergens op. Nou, hoe zou jij dat dan herschrijven? Zeg ik, nou, zou ik het zo herschrijven? Nou, mooi, exporteren als PowerPoint, klaar. Dus dit gebeurt. Ja, nog een vraag. Hey, het wordt vragenuurtje. Ja. Ja. Nee, gaat massaal gebeuren. Ik kan niet wachten. Nee, wat het leuke is, kijk, nu krijg je Niels de toekomst voorspellen, of eigenlijk de toekomsthoper. Mijn stellige overtuiging is, als dit doorgaat, dan weten we binnen nu en 5 jaar met z'n allen dat alles wat digitaal doorvertelbaar is, niet betrouwbaar is. Het kan namelijk allemaal nageaapt zijn. Of gekopieerd. Dat zie je nou met de plaatje van die. Of de nagemaakte afstudeerscripties, weet ik het wat allemaal. Het enige wat dus die subsidieaanvrager, die straks 13 keer volgens dit trucje dezelfde subsidieaanvraag binnenkrijgt, het enige wat hij nog kan doen, is bellen en zeggen, hey, ik zag je subsidieaanvraag, best goed, ik heb er nog 13 van die. Ik wil jou in het echt ontmoeten. En dan ga ik je in de ogen kijken en dan ga ik jou 5 vragen stellen die je ondertussen niet in ChatGPT mag invoeren. En dan ga ik voelen, gut feeling, of ik jou vertrouw. Ik denk en hoop dat het daar naartoe gaat. Ik denk en hoop ook dat daarom docenten hun studenten niet moeten leren hoe ze kennis kunnen aggregeren, maar de intermenselijke vaardigheden worden schier onbetaalbaar. Dat moet je leren. Dat is wat ik vind. Maar goed, is maar 1 mening en ik ben geen docent. Maar dat digitale, dus kennis creëren, weet je, iedereen die de zwarte band prompt heeft, die maak je in. Op alle mogelijke manieren. Ja, ik verkoop ik zwarte banden. Nee. Oké, dus wat helpt om jezelf zelf te onthouden? 1. AI maakt ook fouten. Ze zien ook wel eens iets over. Het is een sparringspartner. En AI kan je alles vragen als het over kennis gaat.
Van de week gaf ik een lezing voor ondernemers in de bouw, heftrucks. Die hebben allemaal personeelstekort. Nou, in mijn hele cv staat nergens. Niels kan goed marketingcampagnes voor ondernemers in de bouw maken om personeel te vinden. Nou, hoi ChatGPT-4. 10 minuten. Hoi ChatGPT-4. Ik heb geen hol verstand van personeel vinden in de bouw. Maar ik moet het wel doen. Wat zou jij me aanraden? Welke vragen zou jij mij dan stellen om een goede wervingscampagne te schrijven? Nou, hoe oud is je doelgroep? Oh, ze zijn tussen de 18 en de 22 jaar. Op welke social media gebruiken ze? Ze gebruiken TikTok, Instagram en WhatsApp. Oké. Kun je dan voor mij 5 ideeën geven waardoor ik deze doelgroep wel kan benaderen? Maak het maximaal 1 alinea lang, met een pakkende koptekst geschreven volgens de overtuigingsprincipes van Cialdini. En maximaal 20 regels. Schrijf 5 posts. Klaar. Hey, cool. Kun je er ook plaatjes bij maken, zodat ik het gelijk op Instagram kan delen? Hoop, klaar. Nou, top. Kunnen ze zo gebruiken. Dus dit kan. Nog een paar voorbeelden. Toen ging ik me vanmorgen verdiepen in, stel nou dat je docent bent. Wat kan dit dan allemaal? Nou, wat het allemaal kan, het kan een heel boek samenvatten. Ik heb ooit eens een boekje geschreven over Durf te Vragen. En daar kan je dus met je telefoon, ik zal het even laten zien. Oh, kan je met je telefoon een fotootje van maken. En dat fotootje zet je in ChatGPT en dan zeg je, wat staat er eigenlijk in dit boek? Dan zegt hij dit ongeveer. En dan kan je zeggen, vat het hele boek samen. En dan staat dit erin. Daarvoor moet je het boek als PDF uploaden. Heb ik het boek? Nou oké, hier kan ik nu tegen deze data kan ik zeggen, doe het in 20 posts van maximaal zoveel woorden met een pakkende koptekst en een lollig plaatje erbij. Klaar, dit kan. Dat was filmpje, hè? Gaan we door. Wat kan er nog meer mee? Je kan er een heel college mee samenvatten. Kijk maar. Ik gaf toen in die tijd van Durf te Vragen ook lezingen over Durf te Vragen. Een beetje wat ik nu doe. Als je die gefilmd hebt, een beetje wat we nu doen, en je gooit die in Opus AI, zeg je, ik ga even koffie drinken, kijk jij even hoe het is, en maak er gelijk 8 tot 10 posts van ongeveer een minuutje van. En dan zegt Opus AI, alles goed, dit is het. Dus ik heb nu te posten op social media. Overigens, hij scoort ook. Deze video begint met een intrigerende vraag die direct aan. Dus ik heb een hoge score op tractie krijgen op mijn berichten bij deze. Dus dit is een goed filmpje om te posten. Overigens, hij ondertitelt ze volgens mij ook gelijk. Zou je dan ook een heel nieuw pand kunnen bouwen? Zonder... Nou, dus dit is een lezing van mij, ooit vastgelegd in het AFAS Theater, die ik via Hans Jansen van Denkproducties opgestuurd heb gekregen. En die heb ik gewoon in Opus AI gegooid en gezegd, doe je ding. Dus elke docent die ermee stoeit van, hey, ben ik straks nog wel relevant? Nou, ik zou even opletten, want een slimme leerling, die doet het volgende. Die zet zijn mobiel gewoon op een tripodje op tafel, die neemt de hele shit op, die zegt, exporteer in Opus, schrijft er een boek bij en maakt er een social media campagne van. En dat kunnen mensen voor een tientje bij mij op abonnementsbasis voortaan inhuren, hoeven ze nooit meer naar het college. Dus je kan nog wel je 80% regeling vasthouden, gaat gewoon echt niet meer werken. Snap je? Dit kan je ook met je eigen les doen. En ik zou het doen als ik voor een groep stond. Want dan ben je veel beter deelbaar. Je kan veel meer mensen inspireren. En je kan het veel meer op maat maken. Gisteren was er hier een expert rondom jongeren, et cetera. Natuurlijk kan je een custom GPT maken van elke jongere. En feedback vragen op dat filmpje. Zodat je het kan verbeteren voor je specifieke doelgroep. Dit is allemaal laaghangend fruit. En nog steeds gratis te gebruiken. Dat niet doen, dat is kiezen voor het halen van de gemiste kansen. The choice is yours. Maar dit kan. En als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel. Even kijken, gaan we door. Wat kan er dan nog meer? Oh ja, deze is zo leuk. Notulen maken. Gaat die goed nog? Moeten we ook echt aan die 5 minuten houden, baas? Ongeveer, ja, kijken we. Ja, wel zo'n beetje. Oké, nou dan doe ik er nog eentje. Dan doe ik de Sven. Let op. Waar is Sven hier? Ja. Kijk, Sven, dit is Sven. Sven is onze producent. Gespierde gozer, sport veel, weet ik het wel. Heeft alles waar ik van droom. Maar wat hij niet doet, is dingen uitschrijven als hij ergens op een afspraak is geweest. Hij belooft dat wel altijd. Ja, Niels, was een gaaf gesprek. Ik schrijf het uit. Doet hij nooit. Oké. Wat hij wel doet, is zo af en toe, hij hangt heel veel in Zooms. Nou, dus ik zei, Sven, als je nou weer achter je camera zit, vertel eventjes wat je hebt meegemaakt in het gesprek, zus en zo, daar en daar. En app maar naar mij. Nou, dat heeft hij naar mij geappt. Is er een appje, staat ook op die site. Happy Scribe. En dan gooi je dat filmpje in. En dan zegt Happy Scribe, dit zegt hij. Nou, dat is al handig voor de mensen die veel notuleren. Dat zou je in principe niet meer per se hoeven te doen. Maar nou zit er een knopje in, en dan vind ik zelf heel erg leuk. Dit knopje. Let op, als je dit knopje ziet, altijd op drukken.
Ja, misschien mag dat binnen jullie organisatie helemaal niet, maar stel, je bent ZZP'er, altijd op drukken. Dus vind een ZZP'er die voor jou op gevaarlijke knopjes kan drukken. En dan zegt hij, wat wil je dan dat ik ervoor, wat zal ik er eens mee doen? Zal ik er een samenvatting van maken, chat, een blogpost, een e-mail, een quiz? Vraag mij eigenlijk maar wat je wilt dat ik met de tekst van Sven doe. Nou, dan kan ik zeggen, maak er een samenvatting van. En als er to-do's in zitten, laat me dat vast even weten. Dan weet ik of ik wat moet doen. Dan ga ik weer koffie drinken, of thee drinken, of whatever. Dit is allemaal vrij toegankelijk. Nou, dat kan je nog veel specifieker maken. En dan krijg je wat... Laatst had ik... Want ik ben geen programmeur, maar gelukkig is er iemand die ik dan ontmoet heb, die heet Folk, en die is dat wel. En die kwam een keertje op kennismakingsgesprek, hebben we 2 uur met elkaar gepraat. En toen die binnenkwam, zei hij alleen, mag ik het opnemen? Nou, altijd ja zeggen, dat is een soort knopje, had ik al door. En dan had hij het opgenomen. En toen dus met Klaas-Jan Boel, Niels, en hij heet hier Fok, maar hij heet eigenlijk Folk. Helemaal uitgeschreven, maar nou komt de grap. Hij had iets geprogrammeerd, waardoor dat ding ook... dus dit is het letterlijke transcript, dit was de samenvatting. Hier heeft hij een aantal aanvullende punten die hij waarschijnlijk uit de tekst wel kon extraheren die van belang worden. En dan heeft hij nog, even kijken hieronder... Als ik het hele gesprek goed heb beluisterd, zijn dit de to-do's die eruit voortkomen. Dat doet hij automatisch. Dus waar Folk ook is, als hij hierop komt vergaderen of weet ik het wat, legt hij zijn telefoon op tafel. Legt hij zijn telefoon op tafel en zegt hij, mag ik het opnemen? Wij schrijven niks meer uit. Oké. Dus wat betekent dit? Dit betekent dat je in AI, je moet vanaf nu, nee, je moet het lekker zelf weten. Dat met stip op 1. Ga buiten spelen, doe er niks mee. Maakt mij niet uit. Maar als je denkt, oh, dat is interessant, dan moet je er een stoel bij zetten in je team. Niet iemand wegsturen uit je team. Wij hebben Stefan, onze storywriter, nagemaakt als storywriter. Hadden we een AI die Stefan heette. Is gewoon niet zo leuk als met Stefan. Een plaatje maken van een tunnel van vuur op het strand is gewoon echt niet zo gaaf dan een tunnel van vuur op het strand maken. Dus dat is een eigen keuze. Als je denkt, ik hou meer van plaatjes dan van mensen, moet je plaatjes gaan maken. We houden van mensen. Maar je moet hem of haar wel aan tafel gaan zetten. En je moet alleen maar gaan nadenken, hé, waar loop ik in mijn dagelijks leven tegenaan als het gaat over werk of privé? Mijn lieve vrouw die werkt in de zorg en die heeft nooit in haar studie gezegd, want ik wil later graag heel veel dossierbehandelcombinaties uitschrijven als ik eigenlijk al naar huis wil fietsen, omdat dat toch moet. Maar dat doet ze wel. En dan is ze altijd pas rond 5:45, 6:00 thuis. Omdat ze dingen moet schrijven waar ze nooit voor gestudeerd heeft, maar dat moet wel. En dit doen we in Nederland massaal. Met notulen, met lange ellendige stukken, met PDF-beleidsgegevens van gemeentes, etc. Dat kan. Jullie weten allemaal dat leeuwendeel van de PDF's kijk je nooit in. En vraagt ook nooit meer iemand naar. Moet gewoon geproduceerd worden. Nou, flikken ze dan op het minst door een ChatGPT-bordje heen, die even voor je uitzoekt wat er staat, zodat je het zelf niet moet... Hey Niels, heb je dit boek gelezen en deze filmpjes gezien? Hoi ChatGPT, wat staat er in het boek? Hey, wat staat er in het filmpje? Vat het voor me samen. Maak er trouwens een social media campagne van. Ik kijk er niet meer naar. Dit gaat je zeeën en zeeën van tijd opleveren, als je er slim mee werkt. De hamvraag en mijn afsluitende boodschap of hoop of wens is in ieder geval dat we nu met z'n allen zo vreselijk, verschrikkelijk, massaal in de wereld van AI gaan duiken, dat het binnen nu en 2 jaar weer helemaal kapot is. Zodat we weer door gaan hebben, het gaat helemaal niet over het creëren van kennis, dat blijft wel staan. Het bij elkaar halen van kennis. Maar als je nu met mensen werkt en mensen wilt laten ontwikkelen en mensen slimmer wilt maken en mensen toekomstbestendig moet maken. Ik moet straks naar een event dat gaat over de eventbranche in 2040. Jongens, doe normaal. Vraag even hoe het met de eventbranche over 2 weken is. Dus toekomstbestendig, houd toch op. In het hier en nu leren voelen wat belangrijk is en leren zien wat mensen nodig hebben, dat is volgens mij de vaardigheid die we met z'n allen te leren hebben. Hoe sneller we dit massaal doorheen gaan rennen, hoe sneller we zien wat de voor's en tegen's zijn en hoe eerder we hopelijk gaan realiseren dat menselijk contact, creativiteit, het vermogen tot incasseren en reageren, weet ik dat weer belangrijk wordt. Nou, daar hoop ik dat het heen gaat en daar ging dit verhaaltje over. Einde. Vragen. Ja, daar in het midden. Zo hard mogelijk praten, dan... Ja, totaal niet. De wereld is hierdoor echt naar de kloten aan het gaan. We vreten hem leeg met een tempo dat zijn gelijken niet kent. Eerst was Bitcoin erg, dit is erger.
Maar we zitten ook massaal in ontkenning. Dus zelfs de baas van de grote bedrijven, Google, Facebook, weet ik het wat allemaal, hebben gezegd, ik wil eigenlijk stoppen, maar omdat zij het waarschijnlijk niet gaan doen, ga ik ook door. Nou, oké, ik weet dat mensen pas hun wonden gaan genezen als ze de pijn echt voelen. En tot die tijd zitten ze in ontkenning. Nabije mensen weten dat ik al heel lang met een kapotte schouder rondloop. Oké, dan moeten we de pijn maar gaan voelen. Maar dit is massaal aan het gebeuren. En dat verhaal moet wat mij betreft ook gedeeld worden. Ja. Ja. Even nog daarnaast, dan naar achter. Ga je gang, ja. De wereld, met stip op één, de wereld. Dat is geen mens, maar dat is wel iemand die we veel te weinig aan tafel zetten. Ja. Wie denk jij dat er de dupe van gaat worden? Nou ja, dit is een veel te grote vraag. Daarom dacht ik gewoon de wereld erin. Ik zat natuurlijk in eerste instantie aan mijn eigen studenten te denken. Ja. Maar toen dacht ik, laat ik me breder stellen, maar ja, je hebt het makkelijk gepareerd. Ja, ja. Maar hoe denk jij dat je eigen studenten er de dupe van... Op het moment dat je zegt, zin je van tijd, ja. Denk ik, ja, nou, daar heb ik wel wat over te zeggen. Want wat ik dus hoop, is dat we ons gaan... Kijk, er is een heel schitterend onderzoek geweest in Australië, dat heet The Five Regrets of the Dying. Een vrouw heeft sterfbegeleiding gedaan bij heel veel mensen die op de randje van de afgrond stonden, en gevraagd, terugkijkend op het leven, waar heb je spijt van? Was ik maar meer trouw aan mezelf gebleven? Had ik maar meer tijd genomen voor wat echt belangrijk is? Had ik maar het lef gehad mijn gevoelens uit te spreken? Had ik mijn vrienden en dierbaren maar eerder verteld wat ze voor me betekenen? En had ik maar vaker voor het geluk durven te kiezen? Niet, had ik maar meer geld verdiend? Had ik maar meer powerpoints gemaakt? Of had ik maar vaker achter een laptop gezeten? Daarom vertel ik het nu. Snap je het verschil? Dus dit verhaal, ik vind dat elke docent dit aan zijn studenten moet vertellen. Daar is de kennis, dit is mens zijn. Maar ik ben nog niet, ja, ik zie er misschien wat oud uit, maar ik hoop nog geen 80. Daarom vertel ik het nu en ik hoop dat je het door gaat vertellen. Als wij allemaal ons onderwijs blijven inrichten op het vergaren en creëren van kennis, dan krijgen wij straks, wordt menselijkheid het wormvormig aanhangsel van de mensheid. Andere vragen nog? Ja, ga je gang nog. Twee dingen. Eén, ik heb het niet over een tegenstelling, ik heb het over waar het zwaartepunt nu ligt. Als ik kijk wat alleen al mijn kinderen nu wordt aangeleerd, gaat het meer over kennis, en dat is ook wat getest wordt, dan over intermenselijke vaardigheden. Maar als de wereld zo snel verandert als die het nu doet, dan hoop ik, en gelukkig zie ik dat veel mijn, dat mijn kind creatiever is om met veranderende omstandigheden om te gaan, dan dat hij de kennis heeft die in het verleden gegenereerd is en geen garanties biedt voor de toekomst. Dus het zwaartepunt, het is hetzelfde spectrum, maar het zwaartepunt gaat nu ligt op kennis. Wat wel interessant is, dat je zegt visie 2030, waar jij zegt, oef, wacht, als we gaan wachten tot 2030, hè, dan het tempo moet omhoog, zeg je eigenlijk. Gisteren was ook een van de eindconclusies in het panelgesprek, hè, dat de verandersnelheid van de organisatie, waar we met z'n allen les ook voor zorgen, dat een heel belangrijk aandachtspunt is. Hier afsluiten, want anders gaan we alsnog door die tijd. Nog één keer een geweldig applaus voor Niels. APPLAUS